twee hersentumoren en de gevolgen ervan. Je oudste broer verliezen en toch het leven omarmen en ervan genieten. De 20-jarige Bram Thomas uit Hees, die krijgt het voor elkaar. Hij heeft zijn levensverhaal, daar heeft hij een theatervoorstelling van gemaakt. Draadje los. En net terug van zijn try-out zit hij hier vandaag aan tafel. Bram. Ja. Het is eigenlijk nogal wat. Op je 8e kreeg je een hersentumor. Die werd met een operatie verwijderd. Ja. Toen was je 15 en toen bleek er nog één te zitten. Ja, een nieuw type tumor. De eerste was een goedaardig teratoom. En die was weg te opereren en daar kreeg ik ook weinig van mee. Ik was bezorgd, ja, ik denk, hey, mama zit te huilen, wat is deze? Ja. Alleen op mijn 14e kwam de tweede tumor en dat was een kwaadaardig germinoom. En we zaten van tevoren al heel erg met mijn gewichtsverlies, met mijn ontzettende dorst, met mijn misselijkheid. En we konden er maar geen oorzaak voor vinden, ook in het ziekenhuis niet. En toen werd op een controle MRI van die eerste tumor uiteindelijk ontdekt dat er toch weer iets in mijn hoofd zat. Wat moest er toen gebeuren? Toen moest er een biopt gemaakt worden. En dat was dus allemaal 2 maanden na het overlijden van mijn broer. Dus, dat kwam in de tussentijd ook even voorbij. Ja, dus dat was echt een hele zware periode. Ja. En toen gingen we dus die operatie in. En toen ik eruit kwam, kreeg ik een epileptisch insult. En daardoor, of door de operatie, raakte mijn rechterkant verlamd. Die is nou wel deels bruikbaar door fysiotherapie, ergotherapie en alles. Alleen, dat wordt nooit meer dezelfde kant, smeggen. Nee. Dus, rechtzijdige verlamming, epilepsie. Wat heb je er nog meer dingen aan overgehouden? Ja, die epilepsie. In principe, tot oktober afgelopen jaar, was er geen sprake van. Daar heb ik toen pas echt opgelopen als een ziekte. Want bestraling, dat is de behandeling die ik heb gekregen voor die tweede tumor uiteindelijk, heeft ook op langere termijn een effect op hersencellen. Want het haalt iets weg van die cellen, zodat ze niet meer kunnen delen. Ja. En hersencellen delen heel traag. Dus er waren nog een aantal goede cellen die nou pas gingen delen en nou pas kapot raakten. Okay. En daardoor heb ik epilepsie overgehouden alsnog aan de bestraling. Mm-hmm. Maar ja, dan ben je dus 20 jaar, dan heb je inderdaad echt gewoon al een heel leven aan ervaring achter de rug, een hoop ellende gehad. Maar toch ben jij een heel positief iemand. Ik positief? Ja, waar haal jij je kracht en je energie vandaan? Nou, uit mooie dingen. Uit genieten. En genieten kan voor mij zijn een fietstochtje maken. Want dat is een passie. Dat is dus een passie die ik heb ontdekt bij het krijgen van die tweede tumor. Mm-hmm. Ik kreeg die halfzijdige verlamming, toen kon ik ook niet fietsen en zo. En toen ik het weer kon, merkte ik dat het me vrijheid gaf. Dat het iets was zoals ik een keer zelf kon. Ja. En dat gaf mij ook weer de kracht om van het leven te genieten. Iets wat ik ook van mijn broer heb geleerd, is pluk de dag en geniet van die kleine dingen. Ja, dus, maar plat gezegd was jij, en dat klinkt misschien heel hard, was een hoogbegaafd kind, groep 3-4 in een jaar gedaan. Dan ben je een gymnasiast. En nu ben je zeg maar teruggegaan naar een mbo met een rechtzijdige verlamming. Dat is gewoon wel jouw leven. Ja. Kun je daarmee dealen? Dat je van zo slim zeg maar die stappen terug moet nemen en met minder door moet? Nou, dat is op één moment heel erg lastig geweest. En dat was toen ik in de mbo 2 opleiding zat. En toen dus die epilepsie kreeg. En toen het even spannend bleek of ik dit ook nog kon. Het is lastig om daarmee te dealen. Maar focus je alsjeblieft op die goede dingen. Ja. En zorg dat je altijd weer dat stipje aan de horizon ziet. Want dat is de boodschap in het verhaal wat je nu zeg maar in je voorstelling wil gaan vertellen. Draait je los. Dus het is belangrijk. Vind je het dan moeilijk om jezelf kwetsbaar op te stellen voor het publiek? Om te laten zien wie je bent? Af en toe wel en af en toe niet. Ik ben een man die heel vaak een masker draagt. Een masker van een glimlach. Mm-hmm. Alleen, ik merk dat ik in die show ook op een juiste manier dat masker af weet te zetten. En ik denk dat ik er meer uithaal dan ik erin stop. Het geeft mij zoveel. Het proberen te inspireren en te amuseren. Beter dan therapie voor jou? Ja, maar therapie heb ik ook een boel gevolgd. Maar wat zit nou zo'n voorstel? Want het is natuurlijk wel een sneu verhaal. Zit iedereen met een zakdoek te kijken of wordt er ook al veel gelachen? Het is als mensen aan me vragen, wat is precies de boodschap die je in je voorstelling wilt uitbrengen? Dan zeg ik wil de mensen door een lach en een traan laten gaan als ze in de zaal zitten.
Maar ik wil ze met een grote glimlach en een boodschap van dit is hoe je weer van het leven kunt genieten, ja, de zaal uit laten lopen. Want dat is ook, die lach en die traan, die mogen er allebei zijn. Maar als je die traan hebt, zorg ook dat je dat ene leuke hebt om weer uit dat dal te komen. Maar je hebt vanmiddag heb je een try-out gehad, hè? Hoe waren de reacties? Ja, ook weer super. Ik heb er nou 2 gehad. En morgen en overmorgen zijn de pre-premières. Ja, de reacties, geweldig. Daarop, het was op middelbare school, Hooghuis-West in Os. Mm-hmm. Ja. Hoe reageren die leerlingen dan? Wat wil je ze meegeven? Nou, precies wat ik net zei. Ik wil ze eigenlijk gewoon een hele leuke avond geven. Mm-hmm. En ook vanavond, of nee, vanmiddag, kreeg ik weer van één leerling de reactie. Het was een leerling die komt oorspronkelijk uit Polen. En die zegt, nou, ik weet ook wat het is om een gevecht te leveren. En ik vind het heel knap hoe je in het leven staat. En het was een echt leuke show. Ja. Nou, en dat soort reacties. Daar word je blij van. Ja, precies. En dat snap ik. Ik ben blij om te horen dat je in die zin zo'n mooi doel weer gevonden hebt om anderen ook weer te inspireren. Ja. Dankjewel. En geniet van het leven. Zo is het. Gaan we zeker doen. Hè? Ja. Doen we al.